Dames en heren, we gaan naar de Show World Division. En voor u staat de showband Marum uit het Groningse Marum. De band presenteert u vandaag de show Wild. En Wild vertelt het waargebeurde verhaal van de jonge Cheryl Strait, die na het overlijden van haar moeder en het stranden van haar huwelijk besloot om alleen de Pacific Crest Trail te gaan lopen. Misschien heeft u de film wel gezien. Een wandeltocht van 1600 kilometer. Zonder voorbereiding en ervaring vertrekt ze, begint aan een zware tocht vol met angstige en mooie momenten. Een wandeling die haar gek maakt, kracht geeft en uiteindelijk haar leven zal veranderen. En dat is toch ook wel een verhaal waarin we ons allemaal een beetje herkennen. Zoeken naar jezelf, wanneer je jezelf en de weg kwijt bent. En uiteindelijk komt het allemaal goed. Dames en heren, het muzikale verhaal wordt verteld met heel veel bekende muziek uit de schilderijtentoonstelling van Mussorgsky, The Funeral Sentences for the Death of Queen Mary van Henry Purcell, Walk van de Foo Fighters, Mad World van Gary Jules en Hometown Glory en Make You Feel My Love van Adele. Dames en heren, geniet u van Wild door de showband onder leiding van drum major Jaap Wils. Is your band ready? Please start the show. She always was someone's daughter, mother, or wife. She always did what someone else wanted her to do. My mother was never in the driver's seat of her own life. That is what she told me after she learned that she was going to die. Oh, Mom, was all I could say as I stroked her hand. We'll be right back.
She was the love of my life. But now she died. My whole life sort of ended. There's a sunrise and a sunset every day, and you can choose to be there or not. You can put yourself in the way of beauty. I realized there was nothing to do but go. So I did. What a mountain and a desert are were not the only things I had not expected. I hadn't expected the flesh on my tailbone and hips, and the fronts of my shoulders to bleed. I was amazed that what I needed to survive could be carried on my back, and most surprising of all, that I could carry it.
If I allow fear to overtake, my journey is doomed. Fear is a story we tell ourselves. And so I chose to tell myself a different story. I decided I was safe, strong, and brave, so I could bear the unbearable. What it had been, a desire for a way out, when actually what I had wanted to find was a way in. Thank you.